Een conferentie waar alle groten der aarde al een speech hebben gehouden. Iedereen wil erbij zijn en iedereen wil graag een praatje houden. En nu is TED voor het eerst in Amsterdam. Ja, het is geweldig. Het is echt een enorme eer om hier te mogen staan. Ideeën verspreiden, daar draait het om bij TED. Mensen met heel verschillende achtergronden speechen over hun nieuwe ideeën. En het zijn niet de minste. In Amsterdam onder meer Prinses Mabel. You can give your time and your energy. Ik heb een paar speakbriefjes in mijn zak, maar ik denk niet dat het helpt om daar ineens weer op te gaan kijken. Want dan kom je alleen maar dieper weg in het moeras. TED werd groot door bekende TED-talks van Al Gore, Bob Geldof, Bono en vele anderen. De speeches werden via de site al 1 miljard keer bekeken. Je gooit je idee de wereld in en het wordt opgenomen, het komt op internet en je hoopt dat het idee dus dan de wereld overgaat. TED is zo populair dat zelfs mensen die er niet meer in konden op andere plekken diezelfde speeches gaan zitten kijken via schermen. Wat maakt het voor jou zo bijzonder? Het is ook gewoon leuk om met hele inspirerende mensen te horen praten. Verschillende kijkjes en een heleboel verschillende dingen. En dan komt het moment van Merlijn en vertelt hij hoe hij muziek inzet in conflictgebieden. En in balconies en in de streets, about 400 musicians were there. Bepaalde momenten vond ik het echt geweldig, superleuk. Maar er waren ook momenten dat ik ineens niet meer precies wist van wat had ik nou in mijn hoofd. Of dat er een Engels woord ineens voor me dwarrelde. Alleen de beste talks van vandaag komen op de officiële TED-site. Komt die van Merlijn daar terecht? De lat ligt heel hoog. Ja. Maar hoop je dat je erop komt? Uiteraard.